Goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Hilde Remus, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van het rijden en zeilen. En ik ben hier al een papier in het vullen. Ik heb de afwas al gedaan. Mijn tandjes zijn al gepoetst. Dus dat komt allemaal wel weer al in orde voor terug gaan te werken. En waarom willen jullie niet blijven staan? Voilà. Bij deze. Dan ga ik nog gauw dat papier invullen. Dan heb ik nog mijn bankrekeningnummer nog nodig. Ook nog. BE. Ik ga even zo staan. Voilà. Dat was wacht. Ik wil het hier zo zetten. Er zit wel een kabelje dan in de baan. Maar ja, maakt niet uit zeker. Hola. Ze mogen eens gewassen. Kleine watjes, grote watjes, laat maar lekker draaien. 70, 7, 3, 5, 0, 0, 9, 0, 3, 4, 4, 2, 5. E-mailadres info@psychotv.be. Die gaan mijn naam schrijven. 0494. Dan nog mijn telefoonnummer. Ja, mijn gsm-nummer. Voilà. En nu ja, ga ik ook nog eens even snutten en vertrekken. Want ik moet ook nog tanken. Dus tot zelfs. Mijn vlog zit op renderen. Mijn bankkaart, dat steek ik integraal terug hierin. Heb ik nog genoeg klei gehad voor daar iets te kunnen draaien op mijn werk, voor te kunnen drinken? Ja, maar ik ga toch nog even wat klei gaan bijpakken. En een euro 50. Voilà. Dan kunnen we wat chocomelkjes drinken, Ginder. Dus dat komt allemaal wel weer goed. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Mensen, ik ga dus zelfs tanken. Dus ik zie dat ik ook in een tijdsnood zit. Het is nu al 7 uur 22. Om 7 uur 40 gaat de eerste bel af. En dan om 7 uur 45 de tweede bel. Dus ik ga gewoon nu doorrijden naar Buwel toe. Ik kan nog gerust 73 kilometer rijden. Dus ik heb nog geen paniek om stil te vallen. Het is maar 20 kilometer rijden. 20 kilometer. Ik denk een goede 10 kilometer rijden naar mijn wijk toe. En mijn achteruit is goed bedwazend. Aangeslagen. Ik kan het zo zeggen. Allee. Zie jullie allemaal straks terug. Yo. Even de bord nemen. Altijd aankomen nog in Buwel Sint-Truiden. Dat is goed. Dus nu alles inpakken en dan beginnen. Yo. Tot ziens allemaal. Weer inpakken. Jawel, ik ben er al bij. Het is nog maar middag 12 uur 11 en ik zit al in de auto. Jullie moeten al denken van what the fuck. Moet hij niet gaan werken? Nee. Dus vanaf nu tot en met vrijdag is er dus top in Buwel. Dus er is weer al te weinig werk. Dus economische werkloosheid is er weer al ingelast. Nu ben ik richting mijn, niet mijn appartementje aan het rijden, wel de richting Kuipers. Ik ga nog gauw tanken, want mijn broederken heeft weer al dorst. Want het lampje is weer al aangesprongen. Dus het is tijd om richting de tankstation te gaan rijden. Ik kan nog momenteel nog maar 50 kilometer rijden. Dat is dus eigenlijk niks meer.
deze... Nee, dus deze rode ligt er nog niet, denk ik. Dat ik moet gaan afslaan. Naar Kuipers. Dus bij deze, dan weten jullie dat. Nee, dat is de volgende dat ik moet gaan afslaan. Ik ga terug weer al verder luisteren naar mijn music. Tot straks. Ik heb getankt voor 50 euro en 1 cent. Voilà, ik kan weer al 882 kilometer gaan rijden. Amai, 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 amai. Ik ga eens even een me-time geven aan mijn eigen. Oei, 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 hier staat nog een kraan. Lassen. Nou, er is nog een huisje aan het bouwen. Hier staan ook wel redelijk mooie huisjes hoor. De Laagsimse straat. En ik heb hier ook zo echt een hele mooie uitzicht. Soms ben ik jaloers de mensen die hier wonen. Die hebben echt een heel mooi uitzicht. Die kunnen echt naar Hasselt kijken, naar Alken kijken. Die zien... Die zalen de windmolens van, zeg het, Albertkanaal. Bij de stad van Hasselt, ook bij de Coca-Cola daar. Daar zijn ook windmolens, die ziet je ook al van hieruit. Je moet denken, dat is hier een goede 12, 13 kilometer vandaan. Dat zit hier allemaal heel mooi. Zo mooi. Kijken als ik voor die autoke ben, voor die witte. Want ik vond dat die al heel traag reed. Daar ben ik aan voor. Voilà. Ik ben nog zelfs voor die witte nottoke. Lol. Van onze reden er nu nog 3-4 auto's voor mij. Amai. Nee, sorry, 5 auto's. Want ik zie de witte nog altijd niet komen en die komt pas de witte. Lol. Ik ben er al heel ver weg, hè, te denken. Allee mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Want ik kom nu zo straks aan ook aan op mijn appartement. Oh, dan kan ik weer helemaal rusten. Allee, salutjes, tot ziens. Kijk eens waar ik weer op ben beland. Jawel, de limonen. En zie dus wat een bak. Ik met mijn mondmasker daar besteld. Ja, 3 bolletjes mokka met chocoladesaus alsjeblieft. Dan zie ik dat dit er in een keer 4 doet. Want ik kom aan gezegd, ja laat maar. Geef maar mee. Nou ja, nu ben ik 4 bolletjes aan het binnen aan het stompen. En je kunt nooit raden wie langs mij zit. Laat het in de comments weten. Heb ik al iets achtergelaten? Allee, kom aan, tape is er wel. Ah, en nu nog op enter drukken of op verzenden klikken. Oké, nu staat dat hieronder in de comments. Dankjewel. Ja? Kijk eens wie langs mij zit. Tada! Hallo! Ja, zij is even mee naar de limonen toe. Stomme kabel. En wat vind jij daarvan, van mijn 4 bollen?
Ja, als jij 3 hebt gevraagd, vind ik het dom dat ze er 4 op hebben gedaan. Ik weet het. Heb je ook voor 4 moeten betalen? Nee, 3. Oké. Dat het zijn fout is. Zijn ze dat? Ja. Ja, hier komt dus echt heel veel volk, hè, mensen, bij de limonen. Dus als je echt hele lekkere ijs wilt, ga dan naar de limonen toe en sorry als ik het ga zeggen. Wow. Schoon meisjes? Ja. Huh? Zie je mensen, ik mag dat zeggen. Kijken mag, aanraken niet. Voilà, bij deze is dat nu ook al beantwoord. Een uit de boze. Maar ja, mensen, ik ga verder genieten van mijn ijsje. Ah wel, beste mensen, sorry. Dit is nu weer al een toevoeging van mijn vorige vlog. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijf je op het hoogte van het rijden en zeilen wanneer dat er een nieuwe video online gaat komen. Op Psycho TV. En het is aardig zonnig buiten, ook winderig nu momenteel, maar dat hoort niet in deze vlog. Dus heel veel bedankt om een deel uit te maken van mijn leven en bij haar leven. Salutjes, joe!